Ik ben Ahmed Al-Rubai, de initiatiefnemer van Regallery. Regallery is een uit de hand gelopen vrijwilligersproject. In mijn zoektocht naar mogelijkheden hoe ik Syrische kunstenaars in Nederland kan helpen om een nieuw bestaan op te bouwen, ben ik eigenlijk erop gestuurd dat in Nederland het Midden-Oosten kunst totaal onbekend is. Ik heb dit initiatief zodanig opgebouwd dat vandaag de dag diverse kunstwerken verzameld zijn en hier tentoongesteld worden op deze speciale dag. Koningsdag is omdat het een speciale dag is waarop heel Nederland eigenlijk naar uitkijkt. Dat vond ik een mooie dag om het Midden-Oosten kunst neer te zetten en de aandacht daarvoor te vragen. Je ziet dat het wel een Arabisch land is, denk ik. Hè? Dat het wat zuidelijker is in ieder geval. Dat zie je aan de dessin van de bank. Je ziet natuurlijk ook een sardine, een de tomaat, de citroenen. Dat zijn natuurlijk toch Zuid-Europese, in ieder geval, of Middellandse zeeproducten. Ik hoop eigenlijk niet voor mezelf iets te bereiken, maar voor deze kunstenaars. Dat ze in Nederland een beetje exposure krijgen. Dat zij hier in Nederland bekend zijn en dat mensen kunnen genieten van de kunstwerken uit het Midden-Oosten.